Er lijden heel veel mensen aan het roodkapjesyndroom. En dat komt als kind ook. Er wordt roodkapje voorgelezen. De grote boze wolf. Een heel akelig wezentje was dat. En die grootmoeder op, dat weet ik helemaal. Maar logisch zijn er ook wolven die soms problemen veroorzaken. Het zijn roofdieren, het zijn predatoren. Maar ik zeg u dat doordat eeuwenlang de vos is bejaagd, dat ga ik u niet zeggen, en daar heb ik ook zelf ook onderzoek naar gedaan. Daarom zitten we nu met heel veel overlast, bijvoorbeeld ook in bepaalde gebieden van ganzen. Want eerst hebben ze massaal de vos, hebben ze zitten afschieten. En nu gaan ze zeggen, ja, maar nu zijn er de ganzen, dan moeten we daar. Zo overal waar de mensen ingrijpen, het zijn communicerende vaten. Je gaat dat allemaal afschieten, dan gaat dat weer. Ik wilde de wolf juist als predator inzetten tegen overlast. Ik heb zelfs gevraagd, we moeten van die grote roofvogels overal gaan loslaten hier. Dus dat is ook veel natuurlijker. Maar er zijn miljoenen mensen die eten schapen. Miljoenen. En als een wolf een keer een schaap pakt, wat ook nog vergoed wordt, want die boeren worden gecompenseerd, en dan is opeens, mag dat niet. Ze waren dat erin. Waarom mag een wolf geen schaap eten? Mogen mensen dat alleen maar?